Yes guys, welkom weer bij een goed nieuwe video. Ik heb vandaag een speciale video voor je. Ik heb eigenlijk top 5 gewoontes van mijzelf als 23-jarige, excuses, e-com ondernemer in Bali. En hoe jij deze gewoontes ook voor jezelf kan toepassen. En deze gewoontes pas ik al jaren toe en die helpen mij om succes te behalen in mijn dagelijkse leven en een goed leven te leven zoals ik dat graag wil. Het stukje obsessief zijn, dat heeft mij zo ver gebracht in life. Om de juiste resultaten te kunnen krijgen. Dus echt obsessief zijn met de money en obsessief zijn daarin. Dat was in het begin echt mijn drive om daarvoor te gaan. En die succesvolle ondernemers zoals ik en zoals jij wilt worden, die zijn geobsedeerd door hun bedrijf en hun doelen en misschien ook het geld of wat je why dan ook is. En ze stoppen niet als het moeilijk wordt. Ik stop nooit als ik dingen niet lukken. Natuurlijk heb je altijd gedachten van hey, dat dingen misschien minder gaan, maar uiteindelijk ga je altijd door en ga je dus je doel bereiken. Je blijft dus gefocust en je werkt hard om je eigen visie te realiseren. Je moet eigenlijk een grotere why voor jezelf creëren en obsessief zijn. Waarom wil jij behalen wat je graag wil behalen? En zo ga je er veel sneller komen. Doorbreek je limieten. Als je denkt dat je niet meer kunt groeien, daag jezelf dan uit om het tegendeel te bewijzen. Succesvolle ondernemers verleggen voortdurend hun grenzen en gaan verder dan wat ze voor mogelijk hielden. Blijf groeien en je zult ze vragen. Jarenlang ben ik eigenlijk bezig geweest met dus waar je op social media mee wordt doodgegooid 10k plus per maand verdienen. En dat verdien ik nu al in winst. Al een tijdje eerlijk gezegd hoor. En ja, dat is eigenlijk nu mijn limiet geweest. En ik ben nu aan het kijken hoe ik dat richting 50 tot 100k plus per maand winst kan laten gaan draaien. En ja, dat is ook hoe ver ik dan ga komen tot die 50 tot 100k. En als ik daar ben, dan verleg ik die limiet weer. Maar ik moet nu leren hoe ik dus van die 10, 20, 30k winst per maand verder ga komen richting die 50 tot 100, waar ik graag heen wil. En dat zijn gewoon limieten in je hoofd. Als ik dat limiet nu op 500 had gezet, dan ging ik denken richting 500. Maar nu denk ik echt puur richting 50 tot 100. Dat is wat ik momenteel graag wil. Oké, stukje consistent blijven. De eerste gewoonte die we hierin bespreken is dus consistent blijven. Nou, dit is gewoon de sleutel tot groei en succes in e-com. Als ondernemer moet je elke dag werken aan je bedrijf, ook als je geen zin hebt. Ik werk persoonlijk 7 dagen per week, zorg ervoor dat ik elke dag wat werk doe. Eén dag wat meer dan de andere, maar zorg ervoor dat je elke dag dus progressie maakt. Nou, dit betekent dus consistentie in je marketing, klantservice en het bijhouden van je eventuele voorraad als je die eventueel hebt met je Shopify store. Je zorgt er dus voor dat je elke dag producten test, elke dag productbasis maakt, elke dag je store verbetert. Elke fucking dag ben je bezig om beter te zijn dan de rest. En de dingen te doen die de rest niet doen, zodat je resultaten kan hebben die de rest niet heeft. Zorg ervoor dat je hierdoor dus een dag dichterbij je doelen komt. Oké. Actie ondernemen en geen droom. Ik zie heel veel entrepreneurs en heel veel mensen die alleen maar zitten denken van ja, ik wil het graag, ik wil het super graag. En ze kijken alleen maar motivatiequotes en ze kijken alleen maar podcasts van Andrew Tate. En ze kijken alleen maar YouTube-video's. Ze lezen boek na boek. Ze kopen cursus na cursus, maar ze nemen uiteindelijk nooit actie. Analysis paralysis noemen ze dat ook wel. Als je een idee hebt, handel dan meteen. Ik heb mezelf er meer op getraind en nu ook als ik bijvoorbeeld het miljonairsbrein ontrafel, die ik momenteel voor de tweede keer aan het lezen ben. Laatste keer las ik hem 2 jaar geleden. Als ik iets zie, ik doe het meteen. Als iemand iets zegt en ik neem iets aan van die persoon, ik doe het gelijk. Want dan train ik mijn mind om gelijk actie te ondernemen in plaats van dingen uit te stellen. Superveel mensen praten over wat ze willen doen, maar echt succesvolle e-com ondernemers brengen hun ideeën snel in de praktijk. Zien een product, vanavond live, morgen sales. Nou, je leert dus onderweg en je past zich aan, maar je blijft niet steken in de planning. Je gaat nu handelen. Komt altijd shit op je pad en dingen gaan niet altijd zoals jij wil dat ze van tevoren gaan. Maar dat is het moment waarop jij dus ook kan leren en kan groeien als persoon. Wees zo goed in wat je doet dat mensen denken dat je een fucking robot bent. 30 gewoonte is een beetje ongewoon, maar het is super belangrijk. Succesvolle e-com ondernemers slapen bijna niet, worden zo goed in wat ze doen dat mensen denken dat ze een robot zijn. Als je nu bijvoorbeeld aan mijn gezicht kijkt, ik heb me al een aantal dagen niet geschoren en al 2 maanden niet naar de kapper gegaan. En ja, dat ga ik nu zo meteen wel even regelen. Maar ik ben gewoon zo obsessief geweest met mijn eigen business en mijn eigen progressie en andere dingen in life. Dat ik andere dingen laat varen. Momenteel mijn gezicht bijvoorbeeld en mijn haar. Wat niet ideaal is, waar ik ook zeker na deze meeting iets aan ga doen. Want ja, het wordt gewoon extreem. Dat tezijde, nou, je wil dus efficiëntie, klantenservice en productkwaliteit op tof niveau. En laat je klanten versteld staan. Als je product of dienst verkoopt, zorg ervoor dat ze de beste ervaring ooit hebben en eigenlijk overtroffen worden met die ervaring, zodat ze langer bij je klant willen blijven.
Dan hebben we een 6 maanden challenge. Je hebt nu mijn 5 topgewoontes van een 23-jarige online e-com ondernemer in Bali. En ik ga je nu 6 maanden challenge geven om jezelf opnieuw uit te vinden en daarin gewoon jouw leven compleet te gaan veranderen. Wat wil ik dat je gaat doen? Ik wil dat je doelen gaat stellen. Weekdoelen, dagdoelen, maanddoelen, kwartaaldoelen en 6 maanden doelen. Op de volgende gebieden. Zelfontwikkeling en het opbouwen van verschillende habits zoals we net hebben besproken. Fysieke gezondheid en fitness. Dus voeding, dieet, fitness, slaap, rust, herstel, mentale kracht en mindset, carrière en op je financiën en op je relaties en op je sociale verbinding. Op deze gebieden raad ik je aan om dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, kwartalen en 6 maanden doelen te stellen en kies je van de 5 belangrijkste doelen uit en focus je daarop de komende 6 maanden en dan laat je me weten aan het eind van die 6 maanden wat voor zieke progressie je hebt gemaakt in life. Ik zie je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.